Ik ben hier met Soufiane Abdelhalek. Je bent nu 2-0 bij Glory. Hoe voel je? Ik voel me goed. We zijn natuurlijk nooit echt tevreden. Ze mogen me maar elke maand gewoon laten vechten. Dan voel ik me beter. Een hele mooie partij neergezet tegen Shakir. Ook echt een goede jongen. Voor de vorige partij was hij op een 15 fight win streak. Dus echt een jongen op een goed niveau. Je bent nu 5-2 in je pro-carrière, toch? Ja, in mijn pro-carrière ben ik nu 5. En eigenlijk 6. Maar eentje is gelijkspel en 5. 3 gewonnen nu en 2 verloren. Je bent echt iemand die eigenlijk, ook al ben je vrij onervaren, je vecht echt als een veteraan, om het zo maar te zeggen. En je vecht echt tegen hele goede tegenstanders. Hoe komt dat? Ja, ik ben hitman, dus wie ze voor me brengen, maakt niet uit of ze 100 partijen hebben. Nee, toch vechten is vechten. En we blijven gewoon doorzetten. Ik heb altijd bij jou het gevoel dat jij... Mentaal zit jij net wat anders dan andere vechters. Bijvoorbeeld bij House of Glory, dat jij gewoon op de grond wilde slapen en dat soort dingen. Ik weet niet, ook als ik naar jou kijk, ik heb het gevoel dat jij er mentaal echt even anders bij zit. Vind jij dat een van je sterke punten is? Ja, kijk, vechten voor mij is gewoon als een warming-up. Snap je, ik heb veel... vechten is niet... Snap je, is normaal. Snap je, oorlog voeren is gewoon een kleine oorlog, zeg maar. En dat is gewoon leuk. Ik heb gisteren ook, eergisteren, bruiloft. Snap je, ik vecht gewoon, snap je, maakt niet uit wat de omstandigheden. Gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. Je zei dat je op huwelijksreis gaat naar deze. Je hebt lekker gevochten, dus je kan het volledige bedrag meenemen. Waar ga je naartoe? Ik ga zo meteen gewoon online kijken, tenzij ze me een nieuwe partij geven. Dan ben ik er gewoon weer. Maar we gaan wel gewoon even een weekje rust pakken. En dan komt het helemaal goed. Je zet een partij dus boven je huwelijksreis? Ja, niet per se boven mijn huwelijksreis, maar ik hou van vechten, snap je? En ik ga geen één uitdaging uit de weg. Zoals ik al zei, je bent nu 6-2. Ik denk dat jij op onderhand wel ranked gaat zijn naar deze partij. Wat is de volgende stap voor jou? Voor mij maakt niet uit wie de volgende tegenstander is. Als ik maar vecht, dat is het belangrijkste voor mij. Want met elk gevecht word ik beter. En toch, ik moet mijn maag vullen. Snap je, hoe meer bloed, hoe beter. Ja, je bent een van de jongste jongens. Je hebt echt nog die goede kickbox mentaliteit. Gewoon elke maand willen vechten. Ik wil je bedanken voor je tijd. Feliciteren. Ja, en we zien je graag weer. Dankjewel, broeder. Shukran. Tot dan.